In mijn vorige vlog had ik aangekondigd dat ik het vandaag zou hebben over mijn operatie, over mijn nieuwe borsten. En dat is wel een van de moeilijkste beslissingen geweest in mijn leven. Mijn arts had mij verteld, nadat haar tweede keer diagnose borstkanker was verkondigd, dat ik 100% kans zou hebben dat het voor een derde keer terug zou komen. Dus een onvermijdelijke keuze en ja, een van de moeilijkste dingen in mijn leven. Want wanneer plan je zoiets? Hè? Waar haal je de moed vandaan om... waar haal ik de moed vandaan om mezelf naar het ziekenhuis te slepen? Maar wat ik ook heel belangrijk vond, is wie gaat mij dan opereren? Ik hoorde zoveel horrorverhalen van vrouwen die complicaties hebben gehad. En dat had mij natuurlijk ook kunnen overkomen. Maar ook door vrouwen die zich door de eerste de beste chirurg hebben laten opereren. En ja, die er echt een rommeltje van hadden gemaakt. Dus ik dacht, ik ga shoppen. Ja, het was voor mij eigenlijk een hele logische denkwijze. Ik dacht, ja, als je een tatoeage wil laten zetten of je wil een huis kopen of huren, ja, dan ga je toch ook rondkijken, hè, bij wie je dat doet. Dus ik ben gaan praten met allerlei artsen in Amsterdam en in Rotterdam, dat is waar mijn eigen ziekenhuis zat, het Daniel de Noot ziekenhuis. Ik ben gaan praten met een plastisch chirurg in Brussel. En uiteindelijk vond ik mijn chirurg in Leiden. Geweldige man en die heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik ook na de operatie er nog vrouwelijk uit zou blijven zien. En dat was voor mij gewoon heel erg belangrijk. Ik had wel een stelling, een hele duidelijke stelling. Ik had wel zoiets van, ja, als er een man is die hier moeite mee heeft, dan kan hij wat mij betreft een heel eind ophoepelen. En een jaar na de operatie, toen ik, zoals ik vertelde, mijn tweede vlog op Aruba was, ontmoette ik een man en die zei op een dag, want hij zag mij vaak in mijn bikini daar, en die zei op een dag iets waar ik best wel perplex van stond. Hij zei, joh, je hebt zeker borstvergroting laten doen, hè? Toen dacht ik, wauw, als hij dat denkt, dan moet het er toch wel goed uitzien. En dus dat heeft mij zeker een boost gegeven in mijn zelfvertrouwen.